Mijn naam is Steun. Ik ben 24, kerngezond en woon op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Waarom? Ik ben 24, maar niet heel mijn leven. Jonathan de Jong, voor het eerst nu in Almelo. 10 december komt je film hier in de bioscoop. Hoe is dat voor jou? Ja, het is ongelooflijk bijzonder. Hoe lang ben ik weg? Sinds mijn 18e, dus al goede 22 jaar. Om dan terug te komen in Almelo met je eigen film, dat is natuurlijk wel een bijzonder moment. En de film heet Human Forever. Van waar de titel? Ja, Human Forever, mens voor altijd. En dat is eigenlijk ook echt de rode draad, zonder te veel te spoilen. We hebben gezien dat als het gaat over dementie, is er eigenlijk altijd een focus op verlies en de ziekte en wat je niet meer kan. En we hebben gezien dat als je met een open vizier eigenlijk mensen gaat benaderen en altijd een mens blijft zien, dat je dan een heel ander beeld krijgt van een aandoening of een ziekte, hoe je het ook noemt. Maar vooral van degene die voor je staat. En als je de mens blijft zien, dan ga je ook heel anders met diegene om. En dat is zo belangrijk als het gaat om dementie. Nu vinden we dementie iets engs en stoppen we mensen weg in verpleeghuizen. Maar de mensen zelf die met dementie leven, die vertellen ons eigenlijk, jongens, als je dementie hebt, dat is heel naar. Maar het ergste wat we vinden is dat mensen ons anders gaan behandelen. En de schaamte die erop rust, die wij ervaren, hoe mensen naar ons kijken, dat is het allerergste. Want ze zien dus niet meer degene wie ik was, alleen maar mijn aandoening. En dat is zo schrijnend voor de mensen. En dat kunnen we gelukkig heel goed veranderen. En daar gaat de film over. Het is een hele hoopvolle film over hoe we de wereld anders kunnen gaan inrichten als we samen anders gaan samenleven eigenlijk. Dus dat is in een notendop waar het over gaat. In een reis van 3 jaar door 11 landen en 4 continenten kijk ik hoe wij in de wereld omgaan met dementie en de mensen die hiermee moeten leven. En hoe kunnen wij de samenleving in de toekomst inrichten voor de mensen die onze aandacht zo hard nodig hebben? Hoe kwam het dat jij bij dit onderwerp uitkwam? Ja, de dementie lijkt ook een rode draad in mijn leven te zijn. Ik, na mijn middelbare school ging ik studeren in Groningen. Ik ging rechten studeren. En toen kwam ik voor een bijbaantje, werd gevraagd door mijn boer. Die werkte op het Meulenbelt in Almelo als chauffeur voor de dagbehandeling. En daar haal je dus mensen met dementie op van huis. En die breng je naar de dagbehandeling waar ze dan dagactiviteiten doen. En hij zei, het is superleuk werk. Je krijgt ook nog goed betaald. Nou, dat is voor een student natuurlijk heel belangrijk. Dat was 1 keer in de 2 weken, dus het was perfect te combineren met je studie. En het was zelfs zo leuk dat ik dat 5 jaar heb volgehouden. Maar daar begon wel echt mijn liefde voor de mensen met dementie. Want ik wist dat je oud kon worden. Oud worden is niet per se sexy te noemen. Helemaal niet als je een 18-jarige jongen bent. Alleen, ik kwam daar in een verpleeghuis terecht. En ik zag daar echt een parallel universum ongeveer. Van mensen die door de gang schuifelden, die in een rolstoel vast zaten te dommelen, eigenlijk de dag zaten weg te kijken. En dat was zo'n schrikbeeld dat ik dacht, hoe kan het dat ik hier niks van weet, A. En B, als we leven in Nederland, hoe kan het zo dat zo wil niemand toch gelukkig oud worden? Weet je? Of zo wil niemand oud worden, laat staan dat dit een manier van gelukkig oud worden is. Iedereen, ondanks leeftijd of diagnose, heeft toch hetzelfde recht op een goed leven. We hebben contact gehad met 35 landen wereldwijd. En dat zowel op regeringsniveau als zowel bij zorgorganisaties, maar ook bij mensen thuis. En daar probeerden we een beeld te ventileren wat een beetje soort van de standaard van een land opleverde. En dan gingen we heel erg kijken, wat verschilt dat nou ten opzichte van Nederland? Want als het gaat over zorg in Nederland, dan worden we eigenlijk als beste van de wereld gezien samen met Scandinavië. Alleen wij hadden allebei de ervaring dat de mensen die dus in de verpleeghuis woonden heel ongelukkig waren. Die soms wel zeiden, wat doe ik er nog toe in het leven als ik buiten de maatschappij sta? Dan kan ik net zo goed dood zijn, weet je, want ik doe er toch niet meer toe. En juist vanuit die vraag van hoe kan het nou dat wij een systeem hebben van 18 miljard. Het verpleeghuissysteem kost 18 miljard per jaar. Waar bijna niemand in wil wonen. Dus we gingen met een open vizier kijken naar landen. Hoe ziet het daaruit? Hoe ziet de samenleving er daaruit als mensen minder geld hebben of een heel ander systeem hebben? En vooral, hoe ervaren mensen met dementie geluk en wat kunnen wij daarvan leren? Als mensen op 10 december hier de film gaan kijken, wat zou je ze dan mee willen geven? Ik denk dat de film echt voor zichzelf spreekt. De film raakt jong en oud. Hij is gemaakt voor jong en oud. En het klinkt juist over een onderwerp.
Teun en ik hebben altijd een droom gehad om de boodschap over een hoopvolle toekomst met dementie voor iedereen te maken. Dus niet alleen op het wereldtoneel, maar dat hij ook dus voor jongere mensen. Kijk, wij waren allebei heel jong toen we daarmee in contact kwamen via een baantje. Maar heel veel mensen weten niet wat dementie is, laat staan hoe je ermee om kan gaan. Dus we willen heel graag dat het binnen een gezin wordt bepraat. Stel je voor dat je het krijgt, de kans is 1 op 5, dus is echt heel groot. Hoe zou je dan willen leven? En wat betekent een goed leven voor jou? En die vraag, de kwaliteit van leven, wat is dat nou? Dat is per cultuur of per land, kan het heel erg verschillend zijn. Maar iedereen is wel op zoek naar een betekenisvolle dag. Dus hoe je die kan inrichten, daar hebben we heel veel voorbeelden van laten zien. Waar iedereen lessen uit kan nemen van, hey, dit vind ik, zou ik mooi vinden. Zo kan het goed gaan. En dat is zowel voor grootschalige zorg als voor hele kleinschalige initiatieven. Maar het belangrijkste is dat we dat stigma rondom dementie, dat we dat afbreken. En dat zie je heel goed met de film. Ik wijs elke keer naar het bioscoopscherm waar ik voor zit, is een automatisme. maar dat zie je heel goed in de film. Dat de mooiheid van de mens, die blijft overeind staan. Waardoor het eigenlijk, waardoor het iedereen raakt alsof het zijn eigen vader, moeder, geliefde kan zijn die je hoort praten. En ik denk dat dat de kracht is, ja. Wat voor nut heeft het nou nog als ik leef?